Sinds deze week is straatintimidatie officieel strafbaar. Voorheen was het in enkele gemeenten al zo. Maar om de maatregel echt effect te laten hebben, moest het landelijk worden geregeld. En dat is ook nodig. 2 op de 3 jonge vrouwen heeft wel eens te maken met straatintimidatie. Bij jonge mannen ligt dat aantal op gemiddeld 1 op de 3. De helft van de jonge vrouwen is wel eens nagefloten en achterna worden gelopen wordt als het meest bedreigend ervaren. Verschillende gemeentes in Nederland beginnen al met een proef met BOA's om ook daadwerkelijk het verbod op straatintimidatie te handhaven. Straatintimidatie valt vanaf 1 juli officieel onder verstoring van de openbare orde, maar wat is straatintimidatie eigenlijk? Nageroepen worden, catcalls en zo. Uiteindelijk dat ze me lastig vallen ergens mee, om het zo maar te zeggen, dat ik niet gewoon mezelf kan zijn. Dat je niet veilig voelt op straat. Dat je nageroepen wordt, mensen achter je aangaan. Dat je je bedreigd voelt als er een groep jongeren. Als je hier lastig vallen, zeg maar, als je ergens bent en je dan gaan roepen bijvoorbeeld. Ja. Naroepen en zo, denk ik. Me niet veilig voelen op straat vooral. Niet gewoon kunnen doen wat ik wil, dat daar iets van gevonden wordt. En iets van gezegd wordt vooral ook. Float of zo, denk ik dan, door jongens. Zo, nou ja, ook voor de jongens andersom. Ik geloof niet dat meiden niks doen namelijk. Het zal ook andersom gebeuren, dus ik denk dat het wel goed is. En in hoeverre dat dan andersom gebeurt en mannen ook te maken krijgen met straatintimidatie is lastig vast te stellen. Er heerst nog steeds een stigma op mannen die zich geïntimideerd voelen. De gesproken mannen reageerden allemaal hetzelfde. Nee, ik heb nooit last gehad. Nee hoor. Nee, eigenlijk niet. En zeker niet in Nijmegen voel ik me altijd wel op mijn gemak. Ik heb er geen last van. Ik kan me voorstellen dat anderen het wel hebben, hè? En dat anderen het anders ervaren kwam wel naar boven. Onder vrouwen kwamen er andere reacties naar voren. Misschien na het uitgaan een keertje, als er heel veel dronken mensen op straat waren, maar overdag nooit. Regelmatig wel dat mensen je naroepen of weet ik veel, een beetje naar je bewegen of zo. Het gebeurt wel, ja. Ze gaan fluiten of ze roepen van, hey, lekker ding, kom je eventjes mee, zulke dingen. Yeah. Ja, wie niet? Toch? Zeker, ja. Vooral 's avonds als het donker is en als ik alleen ben. Toen ik naar de Waal liep, zeg maar, toen riep er een man mij en die ging echt maar helemaal nafluiten.